ga je de kijkers opeten. Hoi lieve, lieve, lieve ondervlie en welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. En het is maandag. En jullie zien het al, het is lekker donker. Nu al, het is 5 uur 's middags. En misschien ja, start ik deze vlog wel iets te laat, maar ik denk het beter laat dan nooit. Het is hier in het huis sowieso echt rond 4 à 3 uur al echt te donker om te filmen. Het gaat zo snel nu, dat is echt heel vervelend. Ik ben even aan het kijken voor nieuwe lampen en zo. En ik ben nu aan het kijken hoe ik de nieuwe poppenpimpen ga doen. En ik zie dus die Monster High poppen. Nou, die vind ik echt, echt geweldig mooi. En ik ga binnenkort zeg maar zo'n pop denk ik maar even omtoveren. Dus dat gezicht helemaal opnieuw tekenen. Ik heb kleertjes besteld, pruiken voor zo'n pop besteld. Dus ik wil gewoon echt eentje gaan customizen. Dat lijkt me echt, echt gaaf. Hoi Dolly, ben je zo blij? Ja, ga je me zomaar kusjes geven? Het is nu onderhand wel eens even tijd om te kijken wat we gaan eten. Ik kijk eventjes in de koelkast, wat ik hier allemaal heb liggen. Want volgens mij had ik nog een lekker pizzaatje. Oh ja. Oelala. Oké, hier heb ik wel zin in. Dit is een 4-kazen pizza. 250 graden. Oké, hoe doen we dat ook alweer? Hoe gaat dit? Oké, 250 graden. Hotse flots. En nu maar wachten. Ik heb nu al zoveel zin in mijn pizza. Dolly, wat doen we daaraan? Ik heb honger. Vrouwtje heeft honger. Of trek. Honger hebben mensen in Afrika, zei mijn moeder altijd. Auw. Oh. Zo, ik ga mijn pizza in de oven doen. De oven is warm. Hotsakee. Oh jeetje. Tot zo, als je klaar bent. En dan ga ik ondertussen even Dolly uitlaten. En Kai is thuis en die heeft voor mij een verrassing. Alleen hij is een verrassing vergeten. Hij had namelijk speciaal voor mij een cheeseburger gekocht. En die ligt nog in zijn auto. Dus aangezien ik Dolly toch moet uitlaten, ga ik lekker naar zijn auto. En dan eet ik lekker die cheeseburger op. Echt door weer en wind ga ik op cheeseburgerjacht. Ja, oké, ik ben er. Ik ben benieuwd hoor, of ik hem kan vinden. Ik zie er echt uit als een crimineel zo trouwens. Volgens mij staat daar Kai zijn auto. Ik ben benieuwd of dat de goede is. Volgens mij ligt daar de McDonald's zak. Aha. Kom Dolly, we gaan een cheeseburger zoeken. Oh. Zit hier een cheeseburger in? Zo, hallo Kai. Ga het even opruimen. Oh. Zo. Mijn pizzaatje is inmiddels klaar en ik ben hier ook lekker aan het opeten. En voor de rest kijk ik Get the Fuck Out of My House. Dat volg ik serieus echt vanaf het begin. Ik vind het echt zo'n grappige bedoeling. Dus dat kijk ik nu eventjes terug. Hallo Dolly. Hallo. Volgens mij aas jij gewoon op mijn pizza. Ik ga lekker slapen. Het is wel mooi geweest. Even een tattoetje insmeren. Zo doe ik eventjes. Ik vind het nog steeds heel erg mooi trouwens. Bye. Dolly, kom eens. Kom eens. Ja, wat ben je mooi hier, hè? Een hele goede morgen. Het is inmiddels woensdag. Ik kon gisteren niet vloggen. Ik heb de laatste tijd gewoon bepaalde dingen te doen waar ik gewoon hele dagen niet bij kan vloggen. Dus ja, daar kan ik gewoon niks aan doen. Dat is niet anders. Ik loop nu lekker in het parkje met Dolly. Lekker gekakt, lekker gepist. Maar eventjes een make-upje op Mars, want dit kan natuurlijk echt niet. Spook van de opera. Maar ik moet wel zeggen, ik draag nu ook geen foundation, niks. En mijn huid ziet er gewoon super goed uit. Dus die behandelingen van de huidtherapeut, die helpen wel degelijk echt met mijn puistjes en met mijn effenhuidjes. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik ben echt tevreden met hoe mijn huid er nu uitziet. Behalve met dat het heel bleek is. Maar ja, dat blijf ik altijd. Dat is gewoon mijn huidskleur. Hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet die dikke leuken te geven op deze video. En dan zie ik jullie aankomende zondag weer met een nieuwe weekvlog. Dus ik zie jullie dan. Toedeledokie. Dikke doei. Tot ziens.
Zo jongens en meisjes, eindelijk klaar met filmen. Het is echt niet te geloven hoe lang dat vandaag duurde. Ik ging, ik ben helemaal onscherp. Ging natuurlijk Pokémon Sun testen. Allemaal heel leuk en aardig, maar het is echt een onwijs groot spel. Dus voordat ik een beetje heb kunnen zien hoe dat spel in elkaar zit. En of ik het wel leuk of een meuk vond, duurde dat echt een eeuwigheid. Oh, even alles weer een beetje opruimen hoor. Oké, jongens, het is echt super laat. Het is 2:30 s'nachts. Ik ben nog steeds bezig met mijn leuk of meuk. Die moet echt af zijn vanavond. Maar ik ben klaar. Ik ben alleen even aan het checken of alles goed is. Dan ga ik het renderen en dan ga ik lekker slapen. Want het is echt bedtijd. Zo laat. Zo, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik weet het, ik heb gisteren weer niet gevlogd. Daar heb ik echt mijn redenen voor. Maar die redenen kan ik dus niet aan jullie vertellen. Dus jullie zullen gewoon weekvlogs hebben met af en toe een dagje eraf. En het duurt een paar weekjes voordat dat anders is. Ik loop nu lekker met Dolly. Het is nu bijna 9:30. Ik word straks opgehaald door iemand die met mij meegaat naar Berkel en Rode Reis. Ik ben daar namelijk uitgenodigd. Om te kijken op een roofvogelboerderij. Nou, dat is natuurlijk super hip. Volgens mij mag ik ook met een valkenier zijn roofvogel vasthouden en zo. Dus het is allemaal wel heel erg leuk om ook te vloggen. Het wordt gewoon een leuke dag. Dat weet ik zeker. Zo, ik ben er. En er is hier zo'n lieve hond. Het is echt nog een puppy. Hallo. Oh, zo schattig. Kom eens. Ik heb echt nieuwe vrienden gemaakt nu al. Maar we zijn er. Ik heb heel veel leuke vogels gezien. Superleuk. Ooievaren, pelikanen volgens mij ook. Dus ik ga ze volgens mij straks gewoon een rondleiding krijgen. Dan gaan we zien wat we allemaal tegenkomen. Maar deze hond. Het is een boerenfox. Heb je net gehoord. Echt een poepie. Nou, we gaan even een rondje maken en als eerst kijk dan allemaal ooievaars. Zijn dat ooievaars? En is dat een pelikaan? Ja. Wauw. Een roze pelikaan. Een roze pelikaan. Zing. Ja, daar komen baby's vandaan, jongens. Wauw. Is dit een gier? Ja, valengier. Oh, wat cool. Ik moet gelijk denken aan de Lion King. Dit is wel super mooi, hoor. Wauw. Oké, is het een uil? Oh, wauw. Rechts onderin zit er nog een. Oh. Oh, echt? Nee. Wow. Ik schrok. Oh, kijk dan hoe mooi. Dit is echt super dichtbij ook. Kijk, dit is mijn vinger. Ik zal hem niet te dichtbij doen, maar... Oh my god, ik heb echt nooit van zo dichtbij een uiltje gezien. Wow. Ik ben het helemaal met je eens. Oh, maar hij is echt super mooi. Ik vind wat dingen oké. Ja, tam ook niet echt. Maar we noemen ze zeeg. Het is een beetje de gulle middenweg. Oké, dus ze zijn niet zwaar agressief, maar ze zijn ook niet tam. Nee, ze zijn ook niet echt bedoeld om lekker te knuffelen. Nee, helemaal niet willen. We gaan nu eventjes kijken of we wat los kunnen gaan laten. Dat is zeg maar het veldje waar ze op worden getraind. Dus ik ben benieuwd. Het is echt wel mega koud. Wow. Ja, het is zo goed, dan komen ze naar je toe. Dan krijgen ze eten. En die zijn wel rustig. Wow. Ik hoor zelfs dat ervan natuurlijk. Hij is zo wollig, ik heb de neiging om te aaien, maar dat mag niet. Ja. Wow.
Hij kan ook salto. Echt kan hij salto? Wauw. Oh, wat cool. Ze zijn echt super slim. Ah. Wow, oké, okay, heel dichtbij. Dit is echt super close. Je moet er een beetje tijd in steken. Kom zo in salto. Nou jongens, dit is gewoon natuur, dat weten jullie hè. Oh. Heel fantastisch. Met armen al. Ga je de kijkers opeten? Oeh, ja! Hoi James. Zo, nou de pelikaan is weer terug in zon. En nu gaan we... Oh, kijk, daar is de gier. Oh. De gier. Nou, dat was het. Heb je topfilm? Doei! Oh, kijk, daar is hij al. De chili arend. Hij heet toch ook chili of niet? Tess. Oh nee, hij heet Tess. Je wilde hem saus noemen. Saus. Ik kan heel makkelijk zweven deze vogel. Ja, ik zie het. Het is echt super mooi. De ochtend op de vogelboerderij was echt super tof. Misschien ga ik kritiek krijgen over het feit dat daar beestjes gevangen zitten en dat ik kuikentjes heb gevoerd. Maar jongens en meisjes, het is eenmaal de natuur dat roofvogels vlees moeten eten. En ja, die kuikentjes is gewoon logisch. Dat gebeurt ook in de natuur. Die beestjes worden daar echt onwijs goed verzorgd. Elke dag worden ze lekker losgelaten, wordt echt goed met ze getraind. Ik heb het echt onwijs gezellig gehad vandaag. Wil je meer weten over de roofvogelboerderij, dan kun je naar het linkje onder in de beschrijving gaan. Ik ga nu eventjes lekker koken. Ik heb een preitje, ik heb bosuitjes, ik heb 4 kazensaus en pasta en cashewnoten en ik ga een lekker pasta gerechtje maken. Het gaat lekker. Ik begin echt een beetje trek te krijgen, maar ik ben mijn zout vergeten in mijn pasta. Dus ik doe even snuffie zout. Zo. Zo, bam, klaar. Tijd om te kanen. Hier heb ik echt super veel zin in. Zo, Jaël en Diana zijn gezellig op bezoek. Hallo. En ik heb pas geleden van Ubisoft een spelletje gekregen. Just Dance 2017. En ik heb hem in LA al gespeeld. We gaan hem maar eens eventjes uitproberen. Ik ben benieuwd. Hey, ik heb geen BH aan. Lekker voor je. Shaky titties. Aquarius. Nee, dat meen je niet. Ja, dit is nog een oude zooi. Jouw wifi-wachtwoord is fout. Nee, jij wel. Jij doet het fout. Nee. Ja. Nee, 4. Maar welke hoofdletter of kleine letter? Jeez. Ja, het is tenminste een move die ik goed kan.
Nou jongens en meisjes, dit was mijn weekvlog. Dit vlog ik nu op dit moment op de zondag. Dus nu, vanavond, nu ik mijn video heb geëdit. Gisteren was ik weer met hetgene bezig waar ik een social media verbod heb. Dus ik kon ook niet op zaterdag vloggen. Oh, ik word gebeld door Kai. Een momentje. Hey. Hallo. Waar ben je? Ik loop nu naar mijn auto toe in het parkeergarage. Nou, dat was Kai eventjes. Ik ga lekker slapen straks. Ik wil jullie een heel fijne week wensen. Dolly is bij mijn moeder. En ik moet alvast zeggen dat komende week de laatste week is dat ik bepaalde dagen niet kan vloggen vanwege het social media verbod. Bijvoorbeeld de maandag en dinsdag. En dan is het klaar. Dan kan ik weer elke dag vloggen. Dus dat is wel weer gewoon fijn. Hopelijk vonden jullie deze vlog in ieder geval nog steeds leuk. Dus geef in dat geval een duimpje omhoog. Vergeet niet om op mijn kanaal te abonneren. En heel veel plezier deze week op school, op werk of wat je ook gaat doen. Doe lekker je best en tot de volgende keer. Toedeledokie, dikke doei, tot ziens, dag.